in het verkeer. Welkom, we gaan het vandaag hebben over verkeersveiligheid. Ik stap bij iemand in de auto die onder invloed is. Nee. Nee. Dat doe ik zeker niet. Nee? Absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, dat doe ik niet. Liever niet. Nou, dat moet je dus niet doen, hè? Als het heel erg onder invloed is, niet. Nee, ik durf het niet. Dit komt wel eens voor. Ik ga niet in de auto. Het ligt eraan hoe erg goed die onder invloed is. Ik pak liever de fiets. Ik doe niet aan auto's. Nee. Nee. Denk het niet. Nee, ik zou het ook echt niet doen. Ik zou er niet in stappen. Ik zou wel bij iemand die dronken is op de fiets stappen. Nou, omdat het niet veilig is. Dat hebben we wel eens gedaan, ja. Nee, dat zeker niet. Nee, ik zou het niet doen. Ik zou het ook niet doen, hè. Ja, heb ik wel eens gedaan. Ligt eraan hoeveel je gat heeft, toch? Ja, straks ga ik dood. Ja, ik zou het wel doen. Nee. Al ben ik zelf de bab, ik zou het nog niet doen. Ik heb 3 biertjes gedronken. Na hoeveel glazen water is de alcohol uitgewerkt? A, 3 glazen, B, 7 glazen of C, maakt geen verschil. Ik zeg C. Maakt geen verschil. Ja, nou, 3 glazen, hè. Maakt geen verschil, 1 biertje is 1,5 uur zit in je bloed. Maakt geen verschil. Ik denk C. Nou, volgens mij maakt geen verschil. Nee, ik denk ook C. Maakt geen verschil. Ik denk ook C. Ja, alcohol trekt vocht uit je lichaam en water is vocht. Dus moet je meer vocht hebben zodat die alcohol weggaat. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, het maakt geen verschil. Ja, het maakt eigenlijk wel verschil. Volgens mij maakt het niet uit als je nou water drinkt of niet, want dat alcohol gaat niet weg dan. Nee. En vooral als je een klein lichaampje hebt, blijft er nog lang zitten, hoor. Nee, dat alcohol blijft wel in je bloed zitten, ja. Oké. Okay. 7. Hey, kom, maakt geen verschil. Oké. Okay. 7. 3. We gaan kijken. Oh. Nou. Dat maakt VWO toch niks uit, hè? Maakt geen verschil, inderdaad. Het duurt officieel 1,5 uur ongeveer voordat het 1 glaasje alcohol uit je lichaam is. Stelling, ik spreek van tevoren af wie de Bob is. Nou, vaak wel. Sowieso. Ja, of ja. Ja. Ja, meestal wel. Ja, dat gebeurt meestal wel. Ja, dat is altijd zij. Degene die het minst zat overkomt, die is meestal de Bob. Ja. Ja. Ik ga niet zo vaak uit, dus hebben we geen last van. Ik ben meestal Bob, maar dan drink ik aan het begin van de avond een paar shotjes. Ja, ik wil dat wel afspreken, anders is dat nooit zeker, zeg maar. De meeste gevallen wel. Maar dat ben ik niet, want ik ben dol op zuipen. Ja, meestal ben ik dat. Nou, ik zou best wel een keer Bob willen wezen als dat nodig is, maar het liefst niet. Nou, ik zag laatst een dobbelsteen bij de Primera. Of ik weet niet meer zeker waar het was, maar dan kon je zo gooien en dan ik Bob, jij Bob. En dan waar die opkomt en dan, ja, dan weet je het wel. Maar hoe zouden ze bij de naam Bob komen? Waarom geen Patrick? Of... Nou, dat had het wel kunnen zijn, maar ze hebben voor Bob gekozen. Klinkt lekker, hè? Gewoon Bob. Hoeveel promil alcohol mag een beginnend bestuurder in het bloed hebben? Nou, is dat A 0,2 promil, B 0,4 promil of antwoord C 0,5 promil? Ja, 0,2. 0,2 denk ik. Nou, dat is heel afhankelijk van hoe groot je bent, wat je weegt. 0,2. Ja, ik denk dan ook. 0,2. 0,2. Ja, 0,2. Ja. En het is inderdaad antwoord A. Een beginnend bestuurder heeft een alcohollimiet van 0,2 promil. Weten jullie ook hoeveel 0,2 promiel aan biertjes is? 1 glas ongeveer. 1 fluitje. Volgens mij is het een halve. Nou, ja, dat is helemaal goed. Het is inderdaad een half biertje. Is het strafbaar om met alcohol op te fietsen? Nee. Jawel. Nee, dat is niet zo. Jawel, man. Nee. Jawel. Dat is strafbaar. Volgens mij wel. Ja, ik denk het wel. Het is wel strafbaar. Nou ja, het is vervoersmiddel, dus ik zou zeggen ja. Ik ben een keer zelf dronken aangehouden op de fiets en ik kreeg geen boete, maar ik kon duidelijk zien dat ik dronken was. Is strafbaar. Ja. Ik heb geen idee. Nou ja, sowieso, het maakt niet uit als je minderjarig bent of niet, volgens mij. Ja, want je bent gewoon het is openbare dronkenschap en je bent bestuurder, dus ja, dan kun je gewoon boete voor krijgen. Ja. Ik drink sowieso niet, ik ben nuchter. Ja, volgens mij als je iets bestuurt, dan mag het volgens mij niet. En een fiets of... Nou, besturen. Een motor. Fiets wel gedoogd, geloof ik. Dan mag je niet met drank op. Nee. Ja. Ja, anders kom ik toch niet thuis? Dan ben ik het mee eens. Ja, want je bent bestuurder. Als fietser ben je toch geen bestuurder? Jawel. Verlossen uit hun lijden. Wat is het antwoord? Mag je drinken op de fiets? Nee. Maar, of mag je een beetje drinken op de fiets? Ja. Je mag 0,5 promil en de boete is 140 euro. Het is ja. Ja, dat is fout, hè? Ja.
twee à drie biertjes op de fiets. Op de fiets, nou dan ga ik lopen. Dan laat ik de fiets wel achter. Of als... En openbaar waterschap, maar ook niet. Om 4 uur werkt de politie toch niet. Hebben we ook al gehad, ja. Hebben we ook al gehad. Ja, oh, nee. Oh, 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 ja. Tunnelvisie. Ja. Noem 4 lichamelijke effecten van het gebruik van alcohol. Ik weet er één. Oeh, ja, dat is een hele moeilijke. Je loopt niet goed meer. Scheef lopen. Duizelig. Niet alles goed meer kunnen zien. Volgende dag koppijn van hebben. Korskov. Nou, je hersencellen sterven af. Reactievermogen. Je wordt minder helder in je hoofd. Tunnel effect. Tunnelvisie, ja. Uiteindelijk krijg je wel koppijn, denk ik. Nou, hier hebben we de antwoorden. Tunnelvisie. Ja. Nou, kater. Reactiesnelheid, motoriek, dubbel zien, overmoedig. Ja,